In een Engelse tuin is het werkelijk een en al romantiek. Denk maar aan de kronkelpaadjes, de buxushaagjes erlangs. Heel veel vaste planten. Overigens is met zo'n Engelse tuin eigenlijk het tuinieren in Nederland echt van start gegaan, hè? Belangrijk ook in de Engelse tuin zijn de accessoires en vooral heel veel kleur. Niet alleen in de beplanting, maar ook in de schuttingen, in de veranda, in de hanging baskets, noem maar op. Oké, ik kan alles gaan uitleggen, maar je kan beter zelf even kijken. Het blijft heerlijk kijken, hè, zo'n Engelse tuin. En ik vind ze vooral ook heel erg gezellig. Oké, de inrichting, die bepaal jij natuurlijk helemaal. Maar de basis, daar begint het allemaal mee. Hè. In de traditionele Engelse tuinen werd ook veel gebruik gemaakt van gebakken stenen. In dit geval hebben ze er een soort van modern accentje aan gegeven. Zijn ze overgestapt op betonsteen. Kies dan niet voor al te grote stenen. Dit is 20 bij 30. Met een lijststeenmotief. En het grappige is, je ziet het niet, hè? En toch kun je het heel duidelijk voelen. Dit is een getrommelde steen. Je ziet dat de randen heel opzettelijk zijn beschadigd. Juist om hem een oudere look te geven. Persoonlijk vind ik dit wel ongeveer de grootste maat die je zou moeten gebruiken in Engelse tuinen. Dit is 30 bij 40. En ze noemen dit de Abbey Stone. Dan kan het nog een stukje strakker. Dan kom je in de Puras selectie terecht. Je hebt dan antraciet, zwart en bijna een beetje Toscaans achter, dat we die warme tinten. En daar mag je best naartoe, hè, in een Engelse tuin. Het hoeft niet allemaal donker te blijven. Je mag ook best een beetje naar die rood tinten toe. Wat ook veel gebruikt werd en wordt, is bijvoorbeeld een wat roodachtige mijnsteen. Je kunt ook kiezen voor meer aardetinten in verschillende maten. Dit wat hier ligt, dat is een maatje van 4 tot 8 mm en dat noemen ze dan een Japan split. Maar ja, past ook nog uitstekend in een Engelse tuin. Dus in een Engelse tuin mag het allemaal net iets uitbundiger.